Noord-Holland Sport nabeschouwing. Wat gaan we doen met Kouwer? Goedenavond, jullie hebben gebasketbald vandaag tegen de Hanzestars, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, goedenavond. Er was niet zo'n fijne wedstrijd, begreep ik, hè? Verloren met 97-59. Ja, het was niet onze beste wedstrijd. Hoe komt dat? Nou, we zijn denk ik verkeerd begonnen. Het is echt, zij begonnen echt, hebben we wel eens vaker verteld, zondag na de aanschouwing. Wij hebben de neiging om soms wat sloom te beginnen. En zij begonnen gewoon gelijk echt vlammend. Ja. En na het eerste kwart stond je al 20 punten achter. Ja. Ja, en dat tegen de koploper, want jullie konden inderdaad de competitie overnemen vandaag. Ja, ja, dat is teleurstellende gewoon. Maar ook complimenten naar hen. Hè. Ik bedoel, ze hebben echt wel een hele goede wedstrijd neergezet. Ze waren voorbereid op onze krachten en op onze sterktes. En daar hebben ze gewoon heel goed op ingespeeld. Ja, want hoe is de wedstrijd gelopen? En je zegt het zelf al, te slap begonnen eigenlijk, begrijp ik dat goed? Ja, ja, we zijn te slap begonnen en zij schoten vanaf het begin eigenlijk met scherp. Uh-huh. Dus 12-3 punten, zo hoorde ik in die wedstrijd tegen ons. En op zich is dat nog niet zo'n ramp, maar als je dan ook nog toelaat dat ze heel veel layups dus dicht bij de basket scoren, ja, dan wordt het gewoon een hele moeilijke wedstrijd. En dat, normaal gesproken zou ik zeggen, weet je, als je wat fysieker gaat spelen, dan zou je de basket kunnen wegnemen. Dus dat ze het alleen van afstand moeten doen. Maar dat hebben we gewoon niet goed genoeg gedaan. Ja. En is dat dan iets van toch zenuw geweest? Of wat is dat geweest? Nou, ik weet niet. Nou, ik denk niet dat het zenuw is. Dus gewoon, we hebben vaker de neiging om slom te starten. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. We zijn gewoon weer niet scherp genoeg begonnen. Ja. En is dat zo? En zo'n wedstrijd tegen Hanzestars, is dat ook nog iets van een derby omdat het tegen Zutphen is in dit geval? Niet meer zo. We spelen niet meer op dat niveau. Mm-hmm. In het verleden was het wel, toen we alle twee nog in de oude hoofdklasse speelden, was het echt wel, zaten de tribunes vol en was het echt een stadsderby. We spelen één niveau daaronder. Dus nu gaat het eigenlijk wie wil promoveren en wie niet. Mm-hmm. Het is nog wel onderling, want je kent elkaar wel, is het nog wel een dingetje, maar voor het grote publiek niet. Nee, dus wat dat betreft is inderdaad dat misschien soms wel jammer, want je zou natuurlijk een beetje sfeer op de tribunes willen hebben inderdaad in zo'n wedstrijd. Ja. Maar goed, jullie staan nu 4.8 in de competitie en dan is een beetje de vraag, en nu? En nu moeten we gewoon alles winnen wat we nog moeten spelen. Ja. En dan hopen dat zij wat fouten maken, want zij moeten nog uit tegen Rebound volgens mij. Mm-hmm. Dat zijn altijd al pittige potjes daar. En zij hebben nog, ze hebben volgens mij nog één of twee wel moeilijke uitwedstrijden te gaan. Dus we hopen dat zij struikelen. En komen ze ook nog naar Deventer of is die wedstrijd al geweest? Nee. In Deventer hebben we, dat was voor de kerst, die hebben wij gewonnen. Oh, kijk, dus het onderling resultaat is 1-1. Maar op doelsaldo, omdat zij nu 40 punten meer hebben gemaakt, staan zij wel voor. Maar het onderling resultaat is 1-1. Ja. En even afsluitend, voor de promotie is alleen, hoe werkt dat in deze divisie? Kampioen worden. Dat is dat is het eigenlijk. Ja, dus geen play-offs of iets dergelijks wat er nog daar komt. Nee, je moet echt vol gas. Je kan als meerdere ploegen uit de bovenste regionen niet verder willen. Mm-hmm. Dan zouden wij als tweede ook nog kunnen promoveren. Maar dat zouden we moeten overleggen of dat de wens is. We hebben altijd gezegd, weet je wordt kampioen en dan promoveren. Ja. Maar mochten er meerdere teams zijn die zich terugtrekken, zouden wij ook nog met de tweede plek kans maken op een promotie. Ja, kampioens worden is natuurlijk het mooiste wat is om dan daarmee te promoveren. Ja, dat natuurlijk. Is leuk. Dat doe ik voor. Ja, jullie hebben nog een wedstrijd of 6 te gaan als ik het goed heb. Ja, correct. Ja. Dus dat wordt nog eventjes vol aan de bak. En er zit ook nog eentje Rebound thuis tegen. Dus dat wordt ook weer een pittige pot die is over 2 weken volgens mij. Goed. Nou, ik wens je heel veel succes met de komende wedstrijden. Volgens mij, want volgend weekend is volgens mij een weekend vrij. Zelfs 2 weekenden vrij, als ik het zo zie. Ja. Dus de volgende wedstrijd is tegen Volik. Tegen nummer 3 is dat inderdaad, als ik zo de lijst kijk. Dus dat wordt nog even. Nee, Volik hebben we afgelopen week gehad. Ah, oké. Okay. Ik zit verkeerd te kijken, inderdaad. Ik doe het terugtalen. Ik moet juist verder kijken, inderdaad. Naar het programma. Ja, Volik hebben we afgelopen week gehad. En dat die hebben. Nou, succes nu met de volgende wedstrijd dan. Ja. Hey, dankjewel. Fijne avond. Fijne avond. Show.